Kelf, mijn naam is Kelf en ook wel bekend als Kalvijn. En het is deze hele maand, ja, Kelsember. Mocht je nou niet weten wat Kelsember is, dat is de maand december waarin Kalvijn, a.k.a. ik, a.k.a. mezelf, elke dag van de maand ga uploaden. Elke dag van de maand! Holy shit! En afgelopen jaar heb ik dit ook gedaan, het was een succes. Alleen nee, waar gaat de camera naartoe? Blijf hier! En stiekem hoop ik dat we eigenlijk voor het eind van het jaar 1 miljoen abonnees halen. Dat zou epic zijn, man. Hey, what's good, papies? Goed, laat me je heel even uitleggen wat het concept van Kelsember is. Ik upload elke dag van de maand een video, zolang jullie het aantal likes halen wat ik jullie vraag. Dus het aantal likes van vandaag is 500. We beginnen op een makkelijk level. 500 likes binnen 24 uur. Als jullie dat lukt, komt er morgen weer een nieuwe video online. Zo werkt het. Morgen vraag ik jullie dan om 1000 likes. Overmorgen om 1500 likes. En zo gaat het de hele tijd door totdat we op een level komen waarop we denken, nou, zou ik wel eens spannend kunnen worden of niet dan? Dus zo zit het concept in elkaar. Daarnaast maak jij ook kans op een bezoekje van mij. Om gewoon lekker thuis te komen chillen, even een kopje thee drinken, even een potje Fortnite spelen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten onder de video en geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dan maak je misschien wel kans op een bezoekje bij jou thuis van mij. Ik kom gewoon chillen daar dan. Gewoon als Matties. Je weet toch hoe het gaat, Kelfan. What's good, man? Goed, tot zover de uitleg van Kelsember. Het wordt een feest. Geniet ervan. Elke dag, ik ben er voor je. Let's go. Vandaag ga ik een hele speciale video maken. Namelijk, ik ga een vervolg maken op een serie die ik al een aantal keren geprobeerd heb. En wat gewoon compleet gefaald is. Ik begin met 1 euro. Dat is deze euro. En ik moet ervoor zorgen dat ik binnen nu en 24 uur naar 1000 euro kom. Dit zijn de regels. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, want dan blijf je bezig. Maar je kan ze even lezen als je wil. Oké, bedankt! Ik heb het 2 keer eerder geprobeerd. Dat ging niet heel goed. Maar hopelijk gaat het dit keer beter. Ik heb eventjes naar mijn vorige afleveringen gekeken. Ik heb ze even bestudeerd. En dan kom ik er toch achter dat ik van tactiek moet switchen. En dat ga ik doen vandaag en morgen door het creëren van een winkel op wielen. Ja, ik ben de vorige aflevering erachter gekomen dat je heel veel gratis af te halen dingen op Marktplaats hebt. Die ga ik allemaal ophalen vandaag, zoveel mogelijk. Die stop ik in een bus of een auto of een vrachtwagen of weet ik veel wat. En die verkoop ik dan weer aan 1 stuk door. Bam, 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 bam. In de hoop dat ik een paar uur later 1000 euro heb. En dat is het plan. Goed, in de vorige aflevering is het me gelukt om gratis een auto te fixen. Dat was van Lea, dat was via een app genaamd Snapcar. Maar ik wil dat vandaag gewoon weer gaan proberen. Hey Monique. Hey, hey, ik spreek met Kelvin. Hoi. Hey, ik bel even over de Snapcar, over je bus. Ja. Vroeg me af of hij nog beschikbaar is voor vandaag en morgen. En een beetje gekkere vraag misschien. Of ik hem gratis zou mogen lenen. Gratis? Ja, ik denk niet dat het gaat. Oké. Nee, ik denk niet dat het gaat. Ik denk dat mijn vriend dat niet zo leuk vindt. Oké. Het enige is dat ik er niet voor kan betalen. Ik vroeg me af of u misschien een keer een uitzondering zou willen maken. Sorry. Vroeg me af of hij voor vandaag en morgen nog beschikbaar is. Vandaag en morgen is hij nog beschikbaar, ja. Oké, okay, top. Ik moet er zo min mogelijk geld uitgeven. En ik vroeg me af of je er misschien voor openstaat als ik de bus kom ophalen. Ja, dat ik daar dan niet voor betaal. Dus dat ik hem eigenlijk leen. Ja, het is een beetje een aparte vraag natuurlijk. Maar... Ja, voor 2 dagen voor. Ja, voor vandaag en morgen kom ik hem nu direct ophalen. En dan breng ik hem morgen weer rond een uurtje of 1 terug. Ja, is goed man. Ja, wat fijn. Dankjewel dat je wil helpen. Dit is nice. Dit is echt chill. Oké. Goed, we gaan die kant op. Let's go. Hey man. Kelvin, aangenaam. Dat is hem ook. Dat is mijn bus. Oké. Nou, ziet er goed uit. Ja? Netjes hoor. Nou, dit ziet er fantastisch uit. Er past best wel wat in volgens mij. Ja, er is genoeg ruimte zit erin. Dan ga ik je vragen om sleutels. Hier even. Sleutels. Goed man, nou goede Star Wars erop. Dankjewel Bobby. Is goed vriend. Fantastisch man. Hey, zie je morgen. Yo. Hoi. Ik zit in mijn bus en show. Hallo, goeiedag hé. Zonnetje hoor. Misschien kan je herinneren van de vorige aflevering dat ik heel veel dingen gratis heb afgehaald. Ik wil de hele dag gewoon gratis af te halen, shit ophalen, gewoon tot het donker is. Dan flikker ik de hele rotzooi weer op Marktplaats en dan hoop ik dat ik het voor 1000 euro kan verkopen. En ook vandaag zijn er weer heel veel dingen op Marktplaats die ik gratis mag afhalen. Echt van alles en nog wat. Dit is een gratis af te halen bed. Ik heb hier een antieke kledingpers. Gratis. Mooie antieke pers. Mag gratis opgehaald worden. Kortom, er zijn weer heel veel opties. Ik ga gewoon eventjes bellen. Met Jennifer. Hallo Jennifer. Ik ben met Kelvin. Ik bel even over het bed. Zou ik hem eigenlijk nu kunnen komen ophalen? Nou, dan heb je geluk, want ik ben nu thuis. Nou, super. Dan rijd ik die kant op. Oké. Lekker. Nou, we gaan gewoon. Fuck it.
Goedemiddag. Goedemiddag. Jennifer, sorry dat ik zo'n camera in je gezicht duw. Dat wordt opgehaald en Sally, maar schat, die heb ik dus vorige week al bij het grof vuil gezet. Maar ik dacht, ik ga je niet met lege handen laten zitten. Nee, maar oké, jouw vriend heeft, zonder dat je het wist, heeft jouw vriend het bed weggegooid. Nou, ik wist het wel, maar ik was misschien een soort van een beetje vergeten dat hij weg was. Ik had me echt verheugd op het bedje, maar je hebt, heb je iets anders misschien? Nee, maar ik heb wel een tv beneden staan. Goudmijn. Tadaa! Dit ding is echt tering groot. Ja. Jennifer, ik heb het nou een aantal keren geprobeerd. Ik moet iets brutaler zijn. Dus ik ga vragen of ik misschien of er nog iets meer is wat je kwijt wil. Die spiegel? Ja. Oké, okay, nou, spiegeltje, prima. Teddybokken. Ja. En kleding van onder andere G-Star, Abercrombie. Oh, mag dit ook mee? Dat mag ook mee. Nou, jeetje. Kijk eens, wat een buit. Jennifer, dankjewel. Alsjeblieft. Je bent fantastisch. Weet ik, maar bedankt. Dat is perfect. Dit is echt, ik ben nu al gelukkig. We zijn net begonnen en het gaat nu al goed. Ik ben onderweg naar Haarlem. Want in Haarlem is iemand die heeft allemaal kantoorartikelen. Dit zijn de kantoorspullen. Ja, dat zijn vaatwassen, printer en... Godverdomme, en daar wil je heel graag vanaf. Ja, ik bied het aan. We hebben een printer en een vaatwasser en telefoons en twee bureaustoelen. Allemaal voor helemaal niks. Goedemiddag Jeroen, je spreekt met Kelvin. Goedemiddag. Hi, ik bel even naar aanleiding van de marktplaats advertentie van de hapjespan. Een hapjespan ook. Ik weet niet eens hoeveel een hapjespan waard is. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, ik ben Kelvin. Jeroen. Goed je te zien. Ja. Die gebruik jij niet? Nee, die gebruik ik niet. Die heb ik van mijn oma gekregen. Die had ze gewonnen met bingo. Oh, echt? En heeft jouw oma internetverbinding? Nee. Nee. Okay, gelukkig dit allemaal. Zal ze nooit weten. Hey Dominique, je spreekt met Kelvin. Hi. Hi, ik bel even door de marktplaatsadvertentie. Oh, dat is mijn fiets. Ja. Ja, ja, ja. Ik vroeg me af of hij er nog steeds is. Ja, is nog steeds. Goedemiddag. Hi. Fijn dat ik jouw fiets mag ophalen. Ja, tuurlijk. Want je bent helaas gestopt met fietsen. Nou, ja, ik heb hem niet meer nodig. En ik ga verhuizen. Oh, oké. Okay. Ik ga het huis uit. Is hij zwaar? Nee, ik kan hem gewoon tillen. Echt? Heb je het gewoon een beetje spierbaan, of niet? Nou, daag me niet uit. We hebben toch maar besloten dat Dominique hem... Ja, kijk. We hebben dit niet aan het lachen maken. Nee, hoor. Maar ik moet natuurlijk filmen. Ik heb natuurlijk een hand nodig voor de camera. Dus. Slapjagers hoor. Oké. Okay. Kijk eens aan. Netjes. Dominique, dankjewel. Alsjeblieft. Je bent een heldin. Ik hou nu al van je. Ik ga er een mooi huisje voor fixen, oké? Okay? Ik ga er iemand heel blij mee maken. Doe maar. Met Sierra. Hallo, je spreekt met Kelvin. Hallo. Hi, ik bel even over de marktplaatsadvertentie, de stoelen. Yes, ja, die heb ik nog steeds liggen hier. Nou. Hi. Wat ruik je lekker. Nou, dank je. Ja, dat valt meteen op. Oké. Okay. Nou, top zijn ze gewoon. Nou, dan gaan we die even naar beneden tillen. Zal ik je even helpen? Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Helemaal goed, dankjewel. Yo. Goed, hier is als het goed is mijn pers bij dit huis, nummer 75. Hi, hallo. Hi. Ik ben Kelvin. Sanna. Hi, aangenaam. Ik kom voor de pers. Kijk, dit is hem. Oké. Okay. En zoals je ziet kunnen we wel wat ruimte gebruiken. Ja, precies. Nou, dan neem ik hem met alle liefde voor je mee. Oké, jeetje, wat een zwaar kring is dit. Ik hoop dat het een beetje geld waard is, anders was het echt het tillen voor niks. Jee, dit ding was 1000 kilo. Goed, ik ben wel klaar. Het is inmiddels ook donker aan het worden. Ik ga gewoon terug naar Amsterdam. Goedenavond. Ik ben net terug. In ieder geval, ik besef me nu dat ik alles nog op marktplaats moet gaan zetten. Het laatste wat ik nu zin in heb is advertenties maken van producten die ik vandaag allemaal gratis heb afgehaald. Maar ik moet het wel gewoon doen, want anders kan ik morgen niks gaan verkopen. Ik heb net die hele teringzooi op marktplaats gezet. Ik heb gewoon neergezet tegen elk aannemelijk bod. Want ik moet morgen gewoon vroeg wakker worden om die shit zo snel mogelijk aan iedereen door te verkopen. Hopelijk word ik morgen wakker en dan is alles verkocht.
Goedemorgen. Jofem, ik ben wakker. Soort van. Ik heb best wel wat mensen die interesse hebben in alles wat ik op Marktplaats heb gezet gisteren. Op de tv wordt het beste geboden. Dat is echt niet normaal. Het hoogste bod is nu een bod van 250 euro. Dat is van Hassan. Die heb ik net gesproken. En ik kan hem om 11:30 komen ophalen. Dus dat is top. Ook op de eetstoelen wordt goed geboden. Nog niet heel veel, maar wel een beetje. 100 euro. Op zich prima. Die antieke pers op een of andere manier. Die gaat ook als een malle. Dat slaat echt helemaal nergens op. Jongens, ik weet niet eens wat voor ding het is. De hoogste bod is nu 325 euro. Ik heb nog geen contact gehad met deze mensen. Maar we zien wel even hoe dat loopt. Goedemorgen, ik spreek met Kelvin. Hey, dag Kelvin. Dat is vroeg, man. Ja, sorry. Ik bel even over de kleren. De merkkleding. Ja. Ik vroeg me af of ik ze eigenlijk per direct kan komen langsbrengen. Ja, ik heb het overleg met mijn dochter. Die is dol enthousiast. Oh, mooi. Dus kom maar langsbrengen. Ja, oké. Het is nog vroeg, maar ik ben wel redelijk enthousiast. Ik ben wel blij dat dit zo gaat. Ik ga me wel even opfrissen. Hi. Hallo. Hi. Hi, ik kwam even wat brengen. Mooi. Dat was volgens mij de afspraak. Ik heb een klein beetje haast, dus we moeten dit een beetje snel doen. Ik heb een tas. Zo. Dan ben ik jullie heel erg dankbaar. Ja. En geniet ervan, zou ik zeggen. Dankjewel, gaat zeker lukken. Oké, en door. Ik heb iemand die wilde kantoorspullen kopen. Twee bureaustoelen en de printer. Dus dat is mijn volgende adresje. Goedemorgen. Dit hadden we volgens mij afgesproken. Ja. Twee stoelen en een printer. Nou, oké, 100 euro. Nou, wat fijn. Oké. Nice. Door naar de volgende. Dag lieve mensen, ik ben hier bij deze aardige mevrouw. Die is heel gelukkig met deze... Wat was het? Ik dacht dat het een pers was. Nee, dit is een mangel. Ik zoek er al hartstikke lang naar. Ja, echt? Ja. Oké, dan kom ik hem zo even langsbrengen. Ga ik bijna vertrekken. Alleen dan moeten we nog één ding doen. Wij moeten nog even afwerken, hè? Ja. Ja. Nou, dan is dit voor jou. Nou, wat goed. Wil je het nog natellen? Ik geloof u. Je gelooft. Op uw mooie ogen. Mocht het nou niet kloppen, dan ben ik over een half uur weer terug. Het is echt. Met mijn neven en mijn broers. Nee hoor. Okay. Nee, dat komt helemaal goed. Hi, je spreekt met Kelvin. Klopt het dat u had geboden op de home trainer op Marktplaats? Ja, klopt. Ik zou er heel graag vanaf willen, dus ik kan hem eigenlijk even langskomen brengen. Ja, dat kan. Je bent osteopaat. Klopt. Dat zag ik. Ja, dan zou ik graag, zonder altijd direct over te komen, 100 euro van je willen. 50. Ja. 900. Goed man, dankjewel. Ciao. Laters. Yo. En we gaan weer door. Hoppakee. 100 euro bia. De tv kan ik kwijt voor 250 euro. En dat betekent dat ik heel dicht in de buurt ben van mijn 1000 euro. Dat maakt me wel gelukkig. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hey. Ik ben Kelvin. Ik heb een televisie. Ja, leuk. Ik verheug me erop. Ja, toch? Ja. Hij is niet licht. Nee. U dacht, ik heb een nieuwe tv nodig. Ja, mijn eerste tv wordt het eigenlijk. Echt? Ja. Nou, ja, het is echt een mooie. Ja. Ja, hij is mooi toch? Ja, hartstikke mooi. Hij is wel... Een beetje gras hier en daar, hè? Ja, ik zie het inderdaad. Ja. Oeh ja. Het is echt 250 euro waard hoor. Ik ben al een hele dag in een bus aan het rijden. Met allemaal rotzooi erin. Ja. Dus dit is... Ik geef je 150 ervoor, dat vind ik wel goed hoor. Sorry? Ik geef je 150 ervoor. Oké, maar dat waren natuurlijk wel iets meer afgesproken. Ja, 52, maar dit hebben we niet afgesproken, al die krassen erop en zo. Nee, dat heeft op zich ook wel. Het is aan de zijkant, maar het belt zich helemaal. Kijk. Ja, precies. Groot dan. Ja. Oké, 200 kan ook niet. Nee, 150 vind ik genoeg. Ja, zeker. Voor hetzelfde geld doet hij het niet. Nee, dat is ook wel... Deal of een deal? Ja, nee, is ook zo. Oké, nou dan doen we 150. Is goed. Ja, excuses. Ja, nou ja. Ik had hem graag voor 250 gekocht. Ja, dat begrijp ik, maar... Kut! Dit is kut, man. Dit kan ik echt niet gebruiken meer. Die klote tv heeft de hele tijd hier tegenaan gestaan. Dit kan niet. Oké, heel even nadenken. Ik zou als het goed is 900 euro hebben nu. Ik zou de stoelen wegbrengen voor 100 euro. Alleen als ik dat nu doe, dan red ik het gewoon niet. Ik heb dan niet genoeg tijd om dan nog die koelkast en zo te gaan verkopen. Want dat heb ik. Ik heb daar geen kopers voor. Dus ik moet eigenlijk de mevrouw waar ik die stoelen aan verkoop, die moet 200 euro gaan betalen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Anders red ik het niet. Ik zie ook niet aan een andere optie nu.
Hey, je spreekt met Kelvin van de stoelen op Marktplaats. Zou de stoelen langskomen brengen? Ik heb alleen even een best wel een gekke vraag. Ja. U had 100 euro geboden. Ik vroeg me af of u toevallig nog baat heeft bij een vaatwasser of een hapjespan. En dan kan ik ze met de stoelen erbij voor 200 euro wegdoen. Oh, nee, laat maar dan. Nah! Hè? Dat meen je niet. Wat was dit? Wat was dit voor chick? Nee, laat maar dan. Zo, dit vond ik echt even heel gek. Dit vond... Hè? Ik snap dus niet dat je zo kan zijn aan de telefoon. Dat je niet even zegt, nee, ik hoef het niet. Sorry, nee, kan je echt niet hebben. Ik krijg niet zoveel aan. Dit was gewoon echt deurdicht, bam. Niks meer aan doen. Ik heb gewoon niet meer genoeg tijd. Dat is eigenlijk waar het nu op neerkomt. Kutzooi, 200 euro verwijderd van de 1000 euro. Het is wel eens het hoogste wat ik gehaald heb, maar het is nog steeds kut! Dit keer geen casino, ik ga die shit ook niet meer doen. Dat gaat toch altijd verkeerd. Mensen, bedankt voor het kijken. Wil je nou dat ik nog een poging doe? Laat het dan even weten in de comments. Ik ga gewoon door tot het gelukt is. Bedankt voor het kijken. Doe eens gek. Je bent er normaal genoeg.